Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag de allereerste F1 23 video, jongens. Ik heb een preview beeld gekregen van EA voor de review van GameKings natuurlijk. En vandaag gaan we voor de allereerste keer hands-on met deze game. Hoe is de handling? Hoe zijn de graphics? Is de AI verbeterd? Noem het allemaal maar op. We gaan het gewoon checken. Een eerste keer dus. Dat doen we met the one and only The Legend. En dan heb ik het niet over Max Verstappen. Dan heb ik het niet over Lewis Hamilton. Nee, ik heb het natuurlijk over Fernando Alonso. En dat doen we op een legendarische Silverstone. En dan gaan we dan vanaf P5. En een van de dingen die je gelijk zult merken is dat het gaspedaal veel minder gevoelig is. Waarbij je... vorig jaar echt alleen nog maar je grote teen op het gaspedaal kon laten. Kunnen we hier buiten doen? Nee, dat is niet. Ja, dat is wel mogelijk. Dan zitten de mars voort richting Russell. Waar je vorig jaar echt alleen je grote teen op het gaspedaal kon zetten. Heb je nu veel meer speelruimte. En je merkt sowieso eigenlijk al wel dat je veel meer grip hebt en veel eerder op het gas kan gaan dan de jaren daarvoor. Rij je hier wel met een standaard setup, dus niet een Silverstone setup. Het zal mij benieuwen of we daarmee George Russell wat lastig kunnen maken. AI staat in dit geval op 80. We gaan alles aan doen om het te moeilijk te maken. We hebben nog een redelijk volle ERS, 80%. Daar moeten we gebruik van maken. En ligt tot we richting het einde George Russell echt lastig kunnen maken. Maar dat is wel gelijk een van de dingen die opvalt. Veel meer grip. En veel minder gevoelig gaspedaal. Dus Hamilton is achtermaal weer redelijk aangesloten. Pakt we een klein beetje wat curb mee, maar het mag. Het mag. En ook hier maken we weer gretig gebruik van de ERS. Een van de dingen met de AI is... Nou, hij heeft een complete workover gehad dit jaar. En dat zou moeten resulteren in closer racing. Als in dat je dichter bij elkaar kunt rijden, naast elkaar kunt rijden, zonder dat de AI op je instuurt. Dat is de voorgaande jaren nog wel een probleem geweest. We gaan zien of dat ook het geval is. We zagen dat we in ieder geval goed eruit kwamen bij de start. Maar of dat ook zo gaat zijn in wat meer hachelijke situaties. Wanneer je een overtake probeert te zetten in een bocht. We gaan het meemaken. Hier zo goed mogelijk op het gas. Het gat naar Russell 1 per 2 seconden. Het gat in ieder geval gesloten naar 1 seconde. Dat betekent dat we in DRS zone zitten. En dan kunnen we, als het goed is, de aankomende ronde gebruik van maken, mits we binnen die seconde blijven. Hier is alleen liften. You've lost some time to the car behind. Hier niet helemaal lekker. Maar wel de DRS. De 3 van de 5 dus. Of het ook genoeg gaat zijn om een inhaalpoging te doen deze ronde, dat moet nog blijken. Oh. Klein beetje wielspin. De uitkomst van de bocht. Toch wel echt doodzonde dat de PlayStation geen PSVR ondersteuning krijgt. De PC heeft het wel, dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gecheckt. En dat was een echt fantastische ervaring.
zou ook een killer app zijn voor de PlayStation VR. EA zag er geen heil in. Had ik toch eigenlijk wel stiekem gevonden dat PlayStation er dan gewoon een flinke zak geld tegenover had moeten zetten. Want zulke titels verkopen ook headsets, zeker weten. Terwijl we druk van achteren hebben via Verstappen. Toch wel moeilijk lijkt om Russell bij te blijven houden. Wel weer een DRS. Een beetje in zijn slipstream proberen te blijven, maar het gaat toch nog een halve seconde. Dan gaan we het proberen. Volgende rechtstuk. Maar dan moeten we hier wel goed uitkomen. Nu zul je het gat heel snel zien slinken. Daar gaan we. En hier is dus de close racing waar we het over hadden. We laten elkaar leven. Het is wel echt een godsgeschenk om eerder op het gas te kunnen gaan. We spelen hier overigens met DLSS, alles op high settings, in een resolutie van 3440x1440. Ik haal op dit moment zo'n 100 fps. Het zal nog wel geoptimaliseerd worden, uiteraard ook in video drivers. En voor de mensen die het niet weten, mijn volledige specs staan hieronder in de beschrijving. Maar the gist of it is, ik heb een RTX 3080 met een Ryzen 7 3700X. En nu moeten we echt alles op alles zetten. Om ze achter ons te houden. We moeten hier wat slimmer positioneren. Gaan we het hier heel lastig krijgen. Daar was ik al bang voor. Nou, het is nooit geen ramp om van Verstappen te verliezen, maar tweede plaats dus. Vanaf P5 naar P2 voor Fernando Alonso. Dit keer geen derde plaats voor hem. En dit was ons eerste rondje, jongens. Ons eerste rondje in F1 23. Helaas niet door mij gewonnen, maar door Max Verstappen. Het was onhoudbaar. Misschien hadden we moeten wachten met de inhaalpoging op George Russell. Tot echt de laatste ronde. Want je ziet het. Pakt hem in ronde 4. Volgens ronde 5 heb je de DRS tegen 2 maal. En dat gaat op een gegeven moment gewoon niet meer lukken. Dan vliegt hij als een raket aan je voorbij. Zoals wij op een gegeven moment bij George Russell deden. Max Verstappen dus met de overwinning. Jongens, dit was F1 23. Er komen nog meer video's aan. Ik mag er 3 in totaal maken. Plus nieuwe story mode Breaking Point die een terugkeer maakt in F1 23. Mocht je nog vragen hebben, gooi ze hieronder in de comments. En mocht je mee willen doen met onze F1 League, dat kan natuurlijk ook. Join onze Discord. Daar spreken we altijd gezellig af om op iedere zaterdagmiddag om 12 uur te gaan racen met elkaar. Hoop je dan te zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.